We gaan een baslijn opnemen. Kijk, in de bas kan je op natuurlijk allerlei manieren doen. Ik speel zelf ook basgitaar. Dus ik zou het met een basgitaar kunnen doen. Je zou misschien zelfs dit instrument kunnen gebruiken. En dan in Ableton zorgen dat dat als een bas klinkt. Wat ik heel fijn vind om ook te gebruiken is synths. En voor deze track gaan we een analoge bas synthesizer gebruiken. Arturia Microbrute is een van mijn favoriete bas synthesizers. Omdat het ding is heel warm qua klank. Ik zal je even laten horen. Je kan dat ding als het ware laten praten. Dus dat leek me leuk om op deze beat te gaan bouwen. Dus een tweak hem eventjes. Ja, dit is wel een mooi soundje. Laat hem gaan opnemen. Ook dit is weer spelende wijs. Ik zet de track aan die ik tot nu toe heb gemaakt en ga er gewoon op improviseren totdat ik iets heb wat ik tof vind klinken. Dus ik maak snel een spoor aan. Kijk of hij goed binnenkomt. Ja, perfect. Laten we hem gewoon lopen. En dan gaan we daarna kijken wat we daaruit selecteren. Dan. Dat is ons baslijntje. En daar ga ik ook een loop van, laten we zeggen, 8 maten. Dus eigenlijk het proces die we tot nu toe ook hebben gedaan op zowel de drums als de gitaar is uit deze verzameling baslijnen de beste stukken uitknippen en die kan ik dan plaatsen in mijn session view.